Het is vandaag de dag van de liefde en daarom ben ik hier met Noor de vrijdagavondshow aan het doen. Ja, het is Valentijnsdag en ik kreeg vandaag een heel mooie romantische brief van Eke. En die zei van, hey, ik zit hier helemaal alleen voor de vrijdagavondshow en ik heb een partner nodig. Precies. Dus ik kwam er gewoon even bij. Ja, wat fijn ook. Echt liefdevol van je. Ik bedoel, Valentijnsdag blijft toch een speciale dag. Het heeft absoluut. Altijd een klein plekje in mijn hart gekregen. En het is alweer een jaar geleden voor mij, de vrijdagavondshow. En ik dacht, ik doe het een keertje. En dan wil ik wel met een speciaal iemand doen. Ja, zeker. Prachtig. Het is ook de eerste keer dat we samen presenteren. Ja, precies. Ja. Het is wel de eerste keer. Nou ja, ik bedoel, dat heet dus liefde op het eerste gezicht. Absoluut. Echt, wat een mooie dag. Maar zullen we even de onzin even daarmee eindigen? Want er staat wat heel wat op de planning. Ja, heel vage games. Nou, vage de eerste gamesje. Is heel vaag. Inazuma 11-3. Team Ogre Attacks, met een uitroepteken. Daar hebben we een recensie van natuurlijk op de site geleverd. En die kreeg een 7 van onze Theo. En het is dus een voetbal-RPG. Ik weet niet echt wat ik me daarbij moet voorstellen. Nee. Maar het klinkt heel Japans en nou ja, dan voetbal erbij. Vroeger, en dan spreekt opa, speelde ik Mario Golf en Mario Tennis. Begon je ook een beetje als spelertje. Dan ging je het ook zo lang geleden was het niet, toch? Nou ja, was voor de Game Boy Color. Oh, oké, okay, dat is wel lang geleden. En toen was ik dat aan het spelen. Hartstikke leuk, ook een RPG. Ja. En eindelijk is er wel zo'n spel. Okay, misschien heel leuk. Ik moet hem nog gaan spelen. Ja, ik heb er niks van gezien. Dus, maar ik ben best wel benieuwd. Nou ja, het krijgt ook een 7, dus dan is het best wel prima. Ja, toch? Een prima game, zeker. Ja. En dan Fable Anniversary, iets beter, een 7,5. En wat dat heeft hij gekregen van Lars. Ja. Het is gewoon zo'n HD-game. En dat is gewoon, of als je hem nooit hebt gespeeld, dan is dit de perfecte manier om toch te spelen. Zonder verouderde graphics. Maar het kritiekpuntje was dus dat het alleen de graphics verbeterd zijn. Dat de menus en dergelijke, die zijn gewoon niet verbeterd. Ja, dat is jammer. En het is dan nog gewoon een goedkope oppoetsing van de game. En niet meer dan dat. Ja, een beetje kleine teleurstelling is dat. Wat eigenlijk ik ook wel, trouwens een teleurstelling vond, is Lightning Returns, Final Fantasy 13. Absoluut. Die heb ik gereserveerd. En viel een beetje tegen. Heel teleurstellend. Een 7 heeft hij van jou gekregen. Ja, voor mij. Dit zou voor mij de eerste Final Fantasy zijn die ik ooit zou kopen. Dat had jij geschreven, Dat heb ik geschreven. Ik ga hem nog steeds aanschaffen. Want waarom? Ik wil om het gevechtssysteem. Ik wil hem gewoon echt. Ik wil ermee aan de gang. En het is gewoon jammer dat de rest dus best wel crappy is. Maar het vechtsysteem, dat is dus wel goed, hè? Het vechtsysteem is echt de beste die ik in Final Fantasy heb meegemaakt. Het levelsysteem is er dus niet meer. Daardoor vervalt de nut om te gaan vechten. Denk echt, what the fuck? Waarom doe je dit, Square Enix? En het verhaal is ook niet zo episch. Ik bedoel, ik heb 13 en 32 heb ik ook teruggespeeld. En dat vond ik fantastisch. Heel mooi verhaal, echt. Ik kreeg een band met die characters. Maar met 13-3, nee. Heel jammer, heel jammer. Voor mij wordt het denk ik nog even wachten op Final Fantasy 15, de Versus. Daar is de combat ook gewoon heel goed en hopelijk het verhaal ook. Ja. Dus dat wordt gewoon echt weer een stap in de goede richting, hoop ik. Nou, ik hoop het ook. Zeker. Dan waren er alweer de games, hè? Het is nog steeds een beetje karig. Het is februari en er komen nog niet zoveel spellen uit. Zeker, helemaal niet voor de next-gen consoles. Daar hebben we geen eentje van. Dat is echt een flinke bouwmoment gewoon. Eigenlijk wel. Maar als je geen games kan spelen, kan je nog wel naar de bios natuurlijk. Lekker naar de zijn bios. Er zijn wat nieuwe films. Monuments Men met George Clooney, wat andere gasten. John Goodman, Bill Murray. Ik heb hem deze week ook gezien. Oh, leuk. Wat vond je ervan? Ralph, die gaf het een 7 en ik ben het eigenlijk met hem eens. Het is een 7, maar het is prima film. Maar met zo'n cast, met Damon, Clooney, Goodman. Verwacht je wat meer? Verwacht je wat meer? En het verhaal die loopt zo uit elkaar. Het is echt onsamenhangend. Jammer. En de ene keer zit je dat te kijken en denk je, ja, maar hoe eindigt dit? Maar hoe eindigt het daarmee en zo? Ja. En er zijn maar twee momenten met Bill Murray en Bob Balaban. Ik moet even spieken. Ja, dat zijn geweldige scènes. Ja, Bill Murray van Lost in Translation. Natuurlijk. Vond ik wel fantastisch. Ja, geweldig. Hij is zo grappig. En ik denk, ja, als die film meer uit hilarische scènes bestond, was het echt veel beter. Maar het is geen comedy natuurlijk, hè? Nee, nou ja, dat is het punt met die film. Ze was aan het kijken. Het was eerst zo best wel nationalistisch, best wel serieus. Maar toen was het weer hilarisch. En dan denk ik zo van, jongens, maak het gewoon hilarisch. Ja, ik bedoel, dat was het sterke punt. Een beetje punt. Cynische toon mag wel, hoor. Bij zo'n film. Andere film, Lone Survivor. Lone Survivor? Ken je die? Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb wel de recensie even bekeken. Hij heeft een 7 gekregen van Thomas. Ja. En het is blijkbaar een heel intense film. Ja. De vuurgevechten en zo, die zijn heel goed weergegeven. Ja.
ja, verder. Het is soms te sentimenteel, waardoor het een beetje een dramafilm wordt. Of... Het is van de regisseur van onder andere Smoking Aces en Hancock. Zo'n tijdje geleden. Ja, echt goede actiefilms. En hij kreeg, Lone Survivor kreeg ook op IMDb een groot, hoog cijfer. En met Mark Wahlberg in overhoofd, die is de ene keer wel goed en de andere keer niet. Ja, precies. Maar ik denk wel dat, dat Thomas wel goed zegt dat het intens is. Want daar staat hij, Paul Burke is zijn naam, de regisseur, daar staat hij wel bekend om. Dus ik ben best wel geïnteresseerd. Ja, een intense actiefilm en verder niks eigenlijk. Inderdaad. Nou, dan de releases. Zijn weer wat spelletjes. Een heel groot spel. Donkey Kong Country Tropical Freeze. En zo'n beetje alle Wii U bezitters die zitten hier echt op te wachten. Dat klinkt als dat jij er één van bent. Nee, eigenlijk niet. Want ik ben iets te enthousiast. Ik ben helaas geen Wii U bezitter. Maar ik weet wel dat de Wii U bezitters, die hebben niet heel veel games. Dus als er even een game uitkomt, dan is dat geweldig. Vooral van Nintendo zelf. Zou dit de ommekeer zijn van de Wii U? Nee, absoluut niet. Oh. Maar het is wel gewoon een stap in de goede richting. Uiteindelijk komen er nog Mario Kart en Super Smash. Ja. En dan heeft de Wii U gewoon een geweldige bibliotheek aan games. Eindelijk. Zou ik zeggen, eindelijk. Ja, dat is tijd hoor. Ik bedoel, concurrentie van de Xbox 360 en de PlayStation 3 en de PC zullen ze niet krijgen. Met Earth Defense Force 2025. Nou, het zijn wel grappige games. Ja, het zijn het is echt van die. Japans. Ja, het is typisch Japans. Je hebt van die reuze insecten en het is gewoon knallen, knallen, knallen en niks meer. Ja, en ik heb het vorige deel gespeeld. Ja? Ik vond het niet zo leuk. Maar dat is gewoon puur smaak. Ja, het is echt een co-op game ook. Dus alleen is er gewoon niks aan. Ja. En ja, als je met z'n meerdere speelt, kan het best leuk zijn als je ervan houdt. Ik hou er niet echt van. En denk je ook dat Rambo de videogame een fantastisch spel wordt? Een klassiekertje? Ik denk dat het echt een geweldig slecht spel wordt. Een geweldig slecht spel? Ja, ik heb er naar gekeken, naar wat gameplay footage. En het is een soort van unreal shooter. Ja? Dus je kan niet eens verder rondlopen. En het ziet er niet uit. Het is echt een vreselijke game. Maar hij is echt zo slecht dat hij misschien wel grappig is. Ja, dat hoop ik een beetje. Fragmenten hieruit en ook de originele muziek die gebruikt is in de films. Ja, dus episch. Maar wat ze volgens mij hebben gedaan, zelfs de voice acting en zo, dat hebben ze gewoon allemaal overgenomen uit de film en gewoon lekker in de game gestopt. Dat is heel knap, ja. Dat is wel knap, maar het is dus wel dat je gewoon eigenlijk de film in gameformaat in slechte graphics bekijkt en dan gewoon een beetje gaat knallen. En toch gaat het spel weer verkopen. Rambo staat op het doosje, dus het zal vast wel... Één titel waar ik heel blij van word is Rayman Legends. Die is natuurlijk eerder uitgekomen. Die komt nu uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja, als je hem hebt. Wat voegt het nou toe? Want eigenlijk op de 360 en PS3, zag er gewoon perfect uit. Ja, maar graphics, het voegt niks toe. Ja. Maar voor de mensen die alleen een PlayStation 4 of een Xbox One hebben, dan prima. Is het, ja, zeker. Ik bedoel, absoluut. Fijn dat dat er ook voor uitkomt. Het is echt een geweldige platform. Ik ben fan van dat soort spellen. En dan de release van de bioscoop. Nou ja, je hebt al gehoord, Lone Survivor die komt uit. En de Monuments Man, die hebben we al besproken. Maar er is ook één andere film en dat is Robocop. Het is een echte klassieker natuurlijk. Ja. Dus, en deze die moet daar eer aan doen. Wat hopelijk gaat lukken, maar... Je krijgt niet zo beste recensies, hè? Wij moeten nog recenseren, geloof ik, als ik het goed heb. Maar geen goede cijfers. Dat is jammer, maar... Het zijn zulke hoogte verwachtingen en dat is gewoon moeilijk sowieso. Om... Had je ook met de andere remake van Paul Verhoeven, Total Recall, dat is ook niet best. Maar Dread bijvoorbeeld, dat was wel gewoon een degelijke remake, dus dat was een goeie. Hopelijk wordt dit iets in die richting. Ja. En dat waren alweer de films. Absoluut, en dan de hoogtepunten van de week. Heb jij nog wat hoogtepunten? Vandaag is al een hoogtepunt met Maartensdag. Oh ja, natuurlijk. Dat is een hoogtepunt. Dat hebben we natuurlijk al besproken. De liefde weer in me komen. Maar jij hebt het zeker over andere. Ja, ik heb het natuurlijk over games. Bijvoorbeeld dat Kinect Sports Rivals voor de Xbox One is aangekondigd. Ja. Ben je daar blij mee? Nou, ik ben gewoon gek op sporten. Ik ben gek Echt waar? Op, ik hou van party games. Heb je de Kinect al een beetje gebruikt voor de Xbox One? Ik heb de Xbox One niet. Maar ja, wel voor de 360. Ja, ik wacht nog netjes op de Nederlandse release. Ik hoor dat hij niet echt perfect werkt nog. Dus dan... Ik hoop dat die gewoon cool is, maar Kinect Sports volgens mij niet. Heb jij Kinect Sports op de Xbox 360 gespeeld? Nee. En hij was verschrikkelijk. Dat dacht ik was dus. Zo kut. Daar ben ik bang voor. Dat was zo kut. Niet normaal. Dat is echt bagger. Maar goed. Waar jij het net over had trouwens. Ja.
de Wii U natuurlijk. En ja, de Mario Kart 8, die is voor de Wii U aangekondigd. Nou, we wisten al lang dat die kwam. Ja. Ik heb hem zelf al gespeeld. Weet je, maar gewoon de release datum is aangekondigd. En dat is 30 mei. 30 mei. En ook Bowser, die zit in de game. Dat is ook wel een ook leuk feitje. Ook 30 mei. Denk het wel eigenlijk. Ik denk niet dat het een DLC karakter wordt. Nee, okay, ja, nee, prima. Gewoon 30 mei. Nou, over DLC gesproken. Ja. Dan hebben we weer een mooi bruggetje. De laatste DLC van Borderlands 2 verschijnt op 15 april voor de Xbox 360 en PC. Hoezo niet voor de PS3 dan? Ik denk die dat er dus, een deeltje is gesloten met Microsoft. Nee, die komt dus een dag later. Oh, die dus komt een dag... Oh, ik zie het. Belabberde deal. Wat een verrassing. Ja, ja, een dag later. Jezus Christus. Dat is wel echt heel erg. Nee, maar, totaal niet. Maar... Sir Hemlock versus the Song of Qualmerax. Ja. Sir Hemlock vond ik echt grappig. Oké, ik hou totaal niet van Borderlands, dus ik heb er helemaal niks mee. Oh, jeetje. Ja, nee, ik vind het wel hartstikke leuk. Maar smaken verschillen, zoals in de liefde. Toch? Absoluut. Ja, absoluut. Geweldig thema vandaag. Echt. En dan als laatste hoogtepunt nog, de demo van Castlevania. Heb jij hem gespeeld? Nee. Ik heb hem niet gespeeld, maar ik heb hem wel in Duitsland kunnen gespeeld. Dus, oh. En het is echt een heel vette game. Het is gewoon, hij is een beetje wisselvallig, weet je. Af en toe heb je echt dat, het kasteel van Dracula zelf. Ja. Dat ziet er zo vet uit. En dan heb je ook nog de stad. En daar heb je gewoon van die typische laboratoria en dat is wat minder. Dat ziet er niet zo goed uit helaas. Grappig is dat ik in het echte leven... Ja. Dracula's kasteel ben geweest. Echt waar? Romeinen. Oh, nou, vet. Kan je het echt vergelijken met ja, de game, precies. Toch? En daar ben ik nu wel extra benieuwd naar. Misschien staat het in een demo. Ja, nou, uitproberen natuurlijk. Deze week uitgekomen, dus op Valentijnsdag kun je dat spelen. Ook fijn. Hey, wat ga je nog doen vandaag qua Valentijnsdag? Geen idee. Nee, ik heb geen date of zo helaas. Je hebt geen date? Nee. Nee, dat kan gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja, ik moet weer met mijn vriendin gaan daten. Maar, was dat een beetje negatief? Oh, nee. Ook absoluut niet negatief, maar we hebben nog geen idee wat. We denken dat we naar een heel slecht restaurant gaan. Oh, geweldig. Vorig jaar gingen we naar de McDonald's. Nee. Ja. Nou, eigenlijk best wel leuk. Wij gingen daar zitten gewoon en toen zagen we echt van die koppels terugkomen van een chic diner. Zo'n chic diner dat ze zo weinig hadden gegeten dat ze nog een hamburger moesten halen. Oh, geweldig. En ik zat aan de 2 quarter pounders. Fucking lekker. Ja, waarom niet? Maar misschien hopelijk vandaag ook weer McDonald's. En dan is toch pizzaatje of zo, weet ik veel. Of gewoon niks. Ja. En dat was het weer voor deze vrijdagavondshow. En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne Valentijnsdag. Ja. Deel je liefde hieronder in de reacties. Laat weten wat voor liefdesdaden je vandaag hebt gedaan. Heb je je hond geknuffeld? Dan kan dat ook. Heb je je eigen computer geknuffeld? Dan kan dat ook. Als je moeder een zoen op de wang hebt gegeven, laat het weten. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.